Hoi, ik ben Florens van Immobilia. We zijn hier bij de Laan van Avantgarde 191 in Rotterdam-Nesselanden. Het is een vierkamerwoning, circa 120 vierkante meter grond, tuin op het westen en gelegen nabij het strand van Nesselanden en ook nog bij metrostation dichtbij, winkels dichtbij. Dus wat dat betreft alle voorzieningen nabij. Ik ga je laten zien hoe de woning er van binnen uitziet, zodat je daar een beeld van krijgt. Het heeft een speelse indeling, wat beginnen hier in het keukengedeelte. Dat is op de begane grond en het woongedeelte is op de eerste verdieping. We hebben hier een toilet en we hebben hier de voormalige berging waar op dit moment een sauna staat. We hebben hier dus de keuken, zoals je al eerder hebt kunnen zien. Hier hebben we ook nog openslaande deuren naar de tuin aan de voorzijde. Die is gelegen op het oosten. Hier hebben we een groot blok. Hier kan je aanzitten als zijnde barretje. Er zit wat bergruimte in en we hebben hier nog de combi oven. Vanuit hier lopen we naar het echte keukengedeelte. Hier hebben we kookplaat, bergruimte, koelkast en de vaatwasser. En vanuit hier hebben we ook weer twee openslaande deuren naar de tuin. Die is gelegen op het westen. Maar we lopen hier eerst de serre in. De serre die is aangebouwd en ja, geeft je in de wat, misschien wat mindere dagen of de regenachtige dagen een prima plek om te kunnen zitten. Kan helemaal open en dicht, dus je kan het echt helemaal openen en afsluiten. En hier dus de tuin met hier aan de achterzijde nog een berging waar je via de poort je fietsen in kan zetten. We hebben ook nog een Frans balkon, dat gaan we boven bekijken. We gaan nu naar de eerste verdieping, dat is het woongedeelte. We komen hier op de eerste verdieping en zoals ik net vertelde, dit is het woongedeelte. Goede doorzon woonkamer waar je heerlijk hier kan plaatsnemen. Je hebt dus voldoende lichtinval. Hier is nog leuk, hebben we een Frans balkon met uitzicht op de tuin. En tuinen. Vlak bij het strand van Nesselanden, daar kun je dus lopend heen of met de fiets. Ook hier weer de houten vloer, helemaal doorgelegd. En hier hebben we dan nog het gedeelte waar je eventueel de eettafel neer kan zetten. Met ook weer zicht naar de straat toe. Vrij parkeren in de straat. En vanuit hier lopen we door en gaan we naar de tweede verdieping waar we de slaapkamers en de badkamer hebben. Dan kom je op de tweede verdieping. En hier hebben we dus de twee slaapkamers zoals ik al eerder zei. En we beginnen hier met de slaapkamer aan de achterzijde. Genoeg ruimte om een bed en een kast te plaatsen. Vanuit hier gaan we weer door naar de overloop en komen we hier in de badkamer. De badkamer is keurig, volledig betegeld, met een bad, een toilet, een douche met massagestralen. En we hebben hier nog een wastafel, dus een heerlijke ruimte om te kunnen ontspannen. Vanuit hier lopen we door naar de hoofdslaapkamer, die ligt aan de voorzijde van de woning. Mooie ruimte. Met aan die zijde nog een nisje waar je eventueel een kast kan plaatsen. En mocht je deze woning willen bekijken, dan kan dat. Bel ons, stuur ons een e-mail, dan maken we samen met jou een afspraak om deze woning te bekijken.